In wat voor wereld leven we? We zijn nu al dichterbij die apocalyps dan ooit. We hebben te maken met een nucleaire dreigement. We kunnen een vulkaanuitbarsting niet stoppen. Er ligt genoeg ijs om wereldwijd de zeespiegel met 58 meter te laten stijgen. Holy shit. Wanneer weet je dan, deze asteroïde die ligt op ramkoers met de aarde? Ja, dat weet je niet meteen. Je krijgt schokgolven, waanzinnige aardbevingen en een tijdje gaat het accuzuur regenen. Het doet me een beetje denken aan als mijn vriendin boos is thuis. AI zou het menselijk niveau kunnen bereiken. Het klinkt nu toch al alsof we een monster hebben gecreëerd. Dat zou kunnen. Is er wel een toekomst? Ja, dat is een hele spannende vraag. We zitten op dit moment in een massa-extinctie. Ja, het zesde uitsterven is in volle gang. Maar zijn we niet gewoon hopeloos verloren? En het zou kunnen dat we gewoon te laat zijn. En dat is natuurlijk wel een persoonlijk kutscenario. Stream, we gaan er allemaal aan op NPO Start.